Welkom bij. Welkom bij het voorleeshoekje van de Stripmaker des Vaderlands. Stripmaker des Vaderlands. Stripmaker des Vaderlands. Hallo, ik ben Margrethe Heer, Stripmaker des Vaderlands. En dit is mijn voorleeshoekje, waarin ik bijzondere strips voorlees aan bijzondere mensen. En vandaag is dat Stine Jensen. Stine Jensen is schrijfster en filosoof, onder andere bekend van Dus Ik Ben, het boek, en Dus Ik Ben, de programmaserie, met heel recente spin-off Dus Ik Volg, een onderzoek naar de mens als groepsdier. Zelf volgde Stine meerdere cursussen in Kundalini-yoga en schreef daarover Go East en Gurus, een onderzoek naar de relatie tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid, autonomie en overgave en de behoefte aan spirituele groei. Ik heb voor haar een strip uitgezocht die ze vast wel interessant vindt. Heb jij een spirituele strip voor mij gevonden? Of wat heb je gevonden? Ik heb voor jou gevonden Zen zonder meester. Oh, nou, wat leuk. Ik ben heel benieuwd. Van Frank Meeuwsen. Die is hiermee gedebuteerd in 2017. Heb je ooit van gehoord? Nee. Nou, mooi. Dan ga ik jou daar eens even mee verrassen. Dan ga ik jou een stukje voorlezen. Het is namelijk heel erg vergelijkbaar eigenlijk met jouw boek. In die zin van dat het ook een autobiografische zoektocht is. En daartussen zitten stukjes wetenschap en geschiedenis over allerlei verschillende leraren. En zijn kant is dan veel meer het zen-boeddhisme. Hij heeft een poos in Japan gewoond. Ja. En ik wil je een stukje voorlezen. Dat heet het hoofdstuk Naar het Westen. Wat leuk dit zeg. Het is nog maar net begonnen. Ja, ik vind nu al, ik zit er al helemaal in. Ja, kom maar, ja. Kom maar door. Ga niet naar een zenschool. Zoek geen meester. Ga niet zitten in een ruimte met een man die Jan heet, maar zich Ayoshi noemt. Ook al is hij officieel erkend door meester Mazumi. Meester Mazumi was de eerste Japanse zenmeester die na de twee Suzuki's, en dan bedoel ik geen motoren, naar het Westen kwam. De eerste Suzuki was D.T. Suzuki, die in 1950 naar Californië ging en onder andere Zen-boeddhisme en het Westen schreef. Nou moet ik... Ja. En de andere was Shunryu Suzuki, die in 1958 naar San Francisco kwam en schrijver was van onder andere Zen-begin. Maar meester Mazumi ging niet naar Californië. En of het nou een geniaal plan of puur toeval was, zijn pad volgde de wet van de schaarste. Dat is een niet erg spirituele, maar puur economische wet. Hoe schaarser het artikel, hoe hoger de prijs. Room service. Dit is een suite op de bovenste verdieping van het Plaza Hotel. Hier zou Mazumi de komende 13 jaar wonen. En dat allemaal door zijn toevallige ontmoeting met Laura Fishbaum, de enige erfgename van het Fishbaum garnalencocktail imperium. Door haar steun en invloed werd Mazumi de onofficiële goeroe van de hele Upper East Side in Manhattan. Alles wat ik doe is zitten. Fantastisch. Oh my, we hebben zoveel over u gehoord. Wauw, dat is diep, man. We zouden graag met u komen zitten. Zijn volgelingen huurden een mooie leegstaande dansstudio op 110th Street en de nieuwe volgelingen bleven maar binnenstromen. Om in stilte te zitten, met op de achtergrond de straatgeluiden van New York. In de daaropvolgende jaren probeerde Laura Fishbaum haar ogen te sluiten voor de, hoe zal ik het zeggen, minder spirituele kanten van Mazumi. In upstate New York, slechts 50 kilometer van Manhattan, liet ze zelfs het waarschijnlijk mooiste zen-tempelcomplex buiten Japan voor hem bouwen. Door Japanse timmerlieden en tuinmannen in 3 jaar aangelegd. Een klein zenparadijs in de nieuwe wereld. Maar toen het af was, had Mazumi eigenlijk nog maar 3 trouwe vrienden. Jack, Johnny en Laura Fishbaum. Ze zou hem haar hele leven trouw blijven. Niemand begreep waarom. Was Mazumi een vaderfiguur voor haar? Was ze al te veel familieleden verloren? Zelfs toen hij werd gearresteerd op verschillende aanklachten van openbare dronkenschap en pogingen tot aanranding, heeft ze hem nooit laten vallen. Misschien liet ze zich door niemand, ook door Mazumi zelf niet, haar droom afnemen. Ze liet al haar geld na aan een stichting waaruit Mazumi de rest van zijn leven een kleine toelage kreeg. Genoeg om iedere dag dronken te worden. Te weinig om zich dood te drinken.
Dit is het verhaal van Mazumi, de korte versie van het verhaal van Mazumi, de meester van Jan die nu Ayoshi heet. Denk daar maar aan als je de volgende keer een mooie tijdlijn ziet waarin een leraar claimt dat zijn wijsheid rechtstreeks van de Boeddha komt. Leuk zeg! En dit gaat nog verder, neem ik aan, toch? Het is zo dik. Oh, oké. Okay. Jeetje. Een fikse graphic novel. Bijna 300 bladzijden. Oh ja, nou ontzettend. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat verder gaat. En ik vind het ook heel mooi getekend, moet ik zeggen. Je bent geneigd om echt op dat verhaal te letten en op die tekst. Maar het is eigenlijk wel een leuk soort contrast tussen de beweging van de strip en dat stilzitten van de yoga. Ja. En het gaat ook vrij vlot, hè, het verhaal. Waarschijnlijk moet het dan nog helemaal worden uitgewerkt. Dan moeten we nog naar Jan natuurlijk, die daar zit. Voor die leraar die dan weer, die weer een meester had. Ja, ja, en de tekenaar is dus zelf als ik-figuur aanwezig in het verhaal. Met zijn eigen bespiegelingen over zen en zijn eigen Rooms-Katholieke achtergrond. En zijn zen is natuurlijk ook, kan je ook heel mooi in tekeningen, hè, met hele simpele lijnen terug laten komen. Dus dat, ja, en ook natuurlijk dat Japanse, ja. Ja, ja, hij is naar Japan gegaan voornamelijk om ogen te tekenen voor een animatiestudio. Van die Japanse grote vochtige ogen voor Die anime. Wat is dan weer zijn achtergrond? Maar goed, ik zat de boeken zo eens te vergelijken. En ik dacht van, eigenlijk zouden jouw boek Go East en dit boek samen in een pakket moeten worden aangeboden. Ja, goed idee. Scholen, hè? Dan kunnen ze dan allemaal kennis nemen van spiritualiteit en alle valkuilen daarin. Ja, precies. De relatie tussen meester en leerling ook. Ja. Ja. Nou. Hartstikke leuk. Ga door, zou ik zeggen. Maar dit is het al, hè? Ja. Dit is het al. Nou, ik wou nog wel even vooruitblikken, want ik vond het wel heel leuk om te zien dat jij ook bezig blijft met tekeningen en zo. Je zei tegen mij van, nou, ik heb op zich niet zo heel veel verstand van strips, maar komt een heel leuk boek van jou uit, deze herfst, met een tekenaar. Ja, dat is Marijke Kroonmaker. Dat heet Troostfilosofie. Met allemaal illustraties en een troostrijke. Ja, dat is nou ook typisch een boek waarbij de illustratie niet het verhaal volgt. Meestal geef ik een verhaal en dan tekent de illustrator daarbij. Maar dit is echt door haar bedacht. En hier is echt, de illustratie is ook leidend. Die illustratie is eigenlijk zo rijk dat je daarin al daaruit al kunt gaan filosoferen. Die roept al zoveel op. Dus daar is de tekst en illustratie staan echt. Ze gaan een gesprek met elkaar aan. En dat vind ik wel heel leuk. Dus die hebben evenveel ruimte. De illustratie neemt zelfs soms meer ruimte in dan de tekst. Die staan, hebben een andere relatie tot elkaar dan alleen het woord illustratie bij of zoiets. Ja, leuk. De naam van de illustratie staat dit keer ook heel groot op het omslag. Het is een boek van mij en Marijke, of van Marijke en mij, moet ik eigenlijk zeggen, ja. Hoe is dat precies tot stand gekomen? In het begin van de lockdown kreeg ik een mailtje van haar van, joh, zullen wij iets doen? En vind je het ook zo'n rare tijd? En ik wil eigenlijk graag tekeningen maken. Kun jij daar niet dan een tekstje bij maken? Dus ook omgekeerd. Eerst de illustratie, dan de tekst. En een bijdrage leveren aan het thuisonderwijs. Ik zag het ook bij mijn dochter. Het programma zat vrij volgestouwd met rekenen en taal. En je wil af en toe eigenlijk even, er gebeurde zoveel op de wereld. Zoveel vragen en onzekerheid. En daar eigenlijk ruimte voor nemen. Dus we bedachten de mini filosofie break. Waarbij je even stopt met alles wat je doet. Kijk naar die tekening, een vraag erbij, een kleine overpeinzing. Een beetje zoals die Coca-Cola break er ooit was. En dan neem je een moment om daarbij stil te staan. En die vraag kan zijn, waar ben jij bang voor? Wat is angst? Maar ook troostfilosofie. Dus ook wie kan je helpen vandaag? Voor ouders en kinderen. En dat zijn we online gaan doen. En dat gaan we nu in een boek ook doen. Leuk. En heeft het bij je eigen dochter ook gewerkt op die manier?
Ja, ik heb het natuurlijk ook met haar geprobeerd te doen, dat filosoferen. En soms werkt het wel, soms werkt het niet. En soms vindt ze een tekening heel grappig. Ik merk dus dat een kind flirt er echt enorm van op als er op de een of andere manier dieren in voorkomen. Een kat of een hond, daar wordt ze blij van. En daar is Marijke ook heel goed in. Die kan dan, als er iets moet over beweging en gym, dan laat ze gewoon iemand een kat katapulteren door de lucht. Je kan zoveel als... Ja, dat is het leuke, dat je als illustrator hoef je natuurlijk niet aan de... Ben je niet gebonden aan de werkelijkheid zoals die is. En terwijl ik als filosoof natuurlijk echt, of als non-fictieschrijver, ja, ben ik daarin voor mijn gevoel soms wat beperkter. En dan word ik zelf eigenlijk ook heel vrolijk van zo'n illustratie. Ja. Nou, wat leuk. We kijken ernaar uit, naar de troostfilosofie deze herfst. Ja, ja. Nou, dan dank En ik ga de strip beslist verder lezen. Zen zonder meester. Ik zorg wel dat het naar je toe komt. Het is ook een boek met een boodschap, begrijp ik al. Het is ook wel echt... die titel zegt het al. Dat is ook een leesaanwijzer, volgens mij. Ja. Ja, dat sprak me ook al meteen aan. Want, je kan het zelf. Ja. Ja. Toch heb je wel een meester nodig in het begin, hoor. Een goede leraar. Om helemaal pas als je het onder de knie krijgt, kun je de meester loslaten. Maar ik denk niet dat we helemaal zonder leraar kunnen. Geen zins zelfs. Ja. Ja. Maar ik ga even wel misschien zonder die leraar of die leraren die al te veel helemaal in die schaduwzijde belanden. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar hoe dat boek dat verhaal gaat vertellen. Nou, mooi. Dan zorg ik dat het naar je toe komt. Dan kan je verder lezen. Nou, heel leuk. Zit mijn missie erop als stripmaker des Vaderlands. Ik heb het dus verder verspreid. Ja. Heel erg bedankt voor deze hartstikke leuke eerste aflevering van de zomereditie van het Voorleeshoekje. En dan wens ik je heel veel succes en een fijne zomer. Ja, jij ook. Een fijne zomer. Dag Margreet. Doeg Stine. Wow. Doei, doei. Doei doei. Dit was het weer. Tot de volgende keer bij het Voorleeshoekje van de Stripmaker des Vaderlands. Stripmaker des Vaderlands. Stripmaker des Vaderlands. Leuk, ja. Ja, je hebt ook ooit wat voor mij gedaan, hè? Dus ik dacht, ik doe wat terug. Nou, wat lief. Ja, dat gaat heen en weer, hè? Want het begon met dat jij het eerste exemplaar deze in het pak kwam, 10 jaar geleden. Ja. Ja. En toen kwam inderdaad daarna dit prachtige werk. Ja, dat schattige kleine boekje. Ik vind het nog steeds zo ontzettend leuk. Ja. Matchbooks dingetjes. En dit is gewoon... te zien. Ja. Ja, leuk, ja. Die. En ook volgens mij mijn tekst verstript te zien, moet ik zeggen. Ik werd er erg blij van. Ja, dat was ook... Het was gebaseerd op een langer stuk van jou over echte vrienden in tijden van internet. En dat had je teruggebracht op de 200 woorden, geloof ik, om er een strip van te maken. Ja. Erg leuk. Inmiddels een schaars artikel, heb ik begrepen. Of mensen moeten het even opzoeken bij Matchbooks of er nog exemplaren van zijn. Echt een hebben dingetje, ja. Zeker.